Hallo serpentjes, ik ben Rico Serpent Gameplay en welkom bij een nieuwe aflevering van Jackass The Game. Met vandaag weer 5 matige minigames, namelijk Suburban Catapult, Elephant Poo Dive, Big Balls, Poo-tuk en Demolition Golf. 2 van de 5 minigames gaan over poep en dat lijkt misschien een beetje kinderachtig of puberaal, maar het is Jackass. Wat had je verwacht? Voor de rest is deze game ook 1 groot stuk poep, dus het is wel redelijk toepasselijk. We beginnen vandaag met Demolition Golf. Het idee van de minigame is dat je met een golfclub granaten door het raam van een landhuis moet slaan. Dit is super handig om te oefenen, want dit gebeurt vaak in het echte leven. En ik heb gekozen om te beginnen met deze minigame omdat het heel goed past bij een heel vaag verhaal dat ik graag wilde vertellen. Ik heb namelijk gespot op YouTube dat mijn YouTube-collega's van StukTV een nieuwe webserie hebben. Het heet Huis op Stelten. In die webserie gaan ze langs bij bekende Nederlanders terwijl ze niet thuis zijn. En dan gaan ze als verrassing hun hele huis een makeover geven. En daar wordt dan gepresenteerd als iets superleuks en dan komt die bekende Nederlander binnen en die zegt: wauw, wat hebben jullie met mijn huis gedaan? Super tof! Maar het ding is, het is niet super tof. Als ik thuis kom en je hebt in één keer alle shit uit mijn kamer gehaald en er allemaal willekeurige lelijke troep ingezet, ik word fucking boos, vriend. Je hebt vet veel van die televisieprogramma's waar ze dat doen, zo'n Extreme Home Makeover. Maar dat ze niet eventjes aan jou vertellen dat ze een Extreme Home Makeover gaan doen. Ten eerste, je bent al mijn shit aan het graven, je verplaatst al mijn spullen. Zonder daar ook maar een klein beetje mijn toestemming voor te hebben. Vervolgens kom ik thuis, mijn hele huis is overhoop gehaald en gevuld met willekeurige troep. Dan moet ik op camera ook nog eens heel blij en dankbaar gaan zijn. Oh jongens, super bedankt dat jullie al mijn spullen hebben verplaatst. En in plaats daarvan allemaal troep die ik zo meteen waarschijnlijk zelf weer terug moet gaan zetten. Gaan jullie ook zeg maar alles weer terugzetten of moet ik dat zelf doen? Nee, dat moet je zelf doen. Oh, dat is echt fantastisch. Even kijken, moet ook die auto nog raken volgens mij. Kon ik mij herinneren. Er zijn in ieder geval meerdere achievements om dingen mee te doen. We hebben in ieder geval het complete huis gesloopt, dus ik ben op een bepaald niveau trots op mezelf. Oh, dat is een kleine granaat die afging. Kan gebeuren. We hebben dus de Scattered Jackass Crew, Destroy the Garage, Destroy the House with a Jackass. Dat klinkt redelijk moeilijk. Oké, we hebben in ieder geval wat geld verdiend met deze minigame. Hartstikke prachtig. Ik wou gewoon even zeggen dat het is niet heel netjes om iemand zijn huis te verbouwen zonder die persoons toestemming. En als je het bij mij doet, het kut is zo. Je komt binnen, heb je dus een cameraploeg die jou filmt en dan moet je dus gewoon dankbaar zijn. Je kan niet op camera zeggen, godverdomme, wat hebben jullie met mijn huis gedaan? Want dan gaat iedereen dat filmpje zien en zeggen, ja, die Rick is echt een ondankbare lul. Helemaal gratis, hebben ze zijn kamer verwoest. Dan moet je nog helemaal blij gaan doen. Oh, dankjewel. Dat is echt niks voor mij. Dus, als je ooit mijn kamer overhoop haalt, echt, ik vernietig je. Nou, ik kan je niet echt vernietigen. Je kan me waarschijnlijk aan in een gevecht. Ik ben niet een hele sterke gast, het spijt me, maar ik vernietig je wel gewoon in mijn gedachten, oké? Ik ben gewoon niet blij met wat je allemaal aan het doen bent. Oh, shit. Wat je moet doen is je moet op de juiste toetsencombinatie drukken. En als je dat niet doet, dan gaan ze aan een touw trekken. Ja, het is een beetje vaag. Ik was even vergeten hoe deze minigame werkte. Je moet proberen ze zo snel mogelijk in het bad te gooien. Dus eerst moet je 3 keer achter elkaar de toetscombinatie winnen, wie hem als eerste heeft. En dan mag je aan het touw trekken. Zo, en dan kun je ze in een bad met, ja, blijkbaar poep trekken. Want het woord poep zit in de naam van de minigame. Dat is gewoon, oh, we willen deze minigame iets cooler maken. Wacht, waarom zetten we niet gewoon poep in de naam? Geniaal idee. Dat is de hele minigame. Zo, we zijn op 2/7 van de game en de inspiratie is nu al redelijk op aan het raken. Ah ja joh, zal ik allemaal wel. Dus ik had laatst iets prachtigs gezien. Op WhatsApp heb je momenteel een heleboel fucked up rare emojis. Dat hoef ik jou niet te vertellen. Je hebt echt emojis van dingen dat je denkt van wat? Waarom heb ik een emoji nodig van een doodskist? Ja, sorry, kan niet komen. Happen en dan stuur ik een doodskist emoji. Is dat normaal? Veel succes op de begrafenis. Doodskist emoji, smiley. Er zitten inderdaad wat rare dingen bij. Heet dit nummer nou Group Sex? Of heet de band Group Sex? Ik vind het in ieder geval een hele leuke naam voor je band. Group Sex. Goeie naam voor je band. Wat je in deze minigame gaat doen, is je gaat dus van die grote plastic ballen zitten op een dak van een groot gebouw. En dan proberen elkaar eraf te duwen. Dit is logisch. Dit is wat ik ook altijd met mijn vrienden doe. En wat wij zien als een mooie zaterdagmiddag. Je moet dus niet eraf, dan verlies je.
Nou, dat ging niet zo goed. Wel dan. Ik heb ook 0 euro verdiend met die stunt. Eén minigame is gewoon Wees Last Man Standing. Voor mij ook. Oh, jezus. Eén ding is, deel iemand eraf door weer met iemand anders. We kunnen even kijken. Pak 1 vlag. Meer dan 10.000 aan schade aan je lichaam. Doe 1 rondje om het vierkant ding heen zonder geraakt te worden. Oké. We proberen het wel gewoon nog een keer. En dan zien we wel gewoon of er nog iets meer geluk voor mij in zit. Ik denk dat bij dit soort minigames is het ook gewoon een beetje geluk. Ik weet niet of jullie bekend zijn met de YouTube-video's van Luigi Wins by Doing Absolutely Nothing. Je hebt zeg maar de game Mario Party. En bij Mario Party heb je vaak minigames zoals dit een beetje. Dat je elkaar van dingen af moet beuken. En wat ze dan doen is je doet gewoon een controller in je Xbox of in je Xbox, in je Nintendo, Wii U, Switch, whatever, waar je Mario Party bespeelt. Je doet de controller erin, dan kies je als karakter Luigi en dan doe je gewoon niks. De minigame begint, iedereen beukt elkaar eraf en één mannetje staat gewoon stil. Iedereen beukt elkaar eraf en ze vergeten totaal het stilstaande mannetje en die wint dan. Het is echt een compilatie waar Luigi iedere minigame wint door gewoon niks te doen. Oh, ik werd zo hard gerekt, ik kon er ook echt niks aan doen. Ik was zo van, ah, help. Helpie. Ah, het gaat al beter. Ik werd niet laatste. Ik kan ook eerst gewoon even een andere achievement doen, zoals pak vlag. Hier is een vlag. Rick, pak de vlag, nee! You suck so bad! Wat een verschrikkelijke minigame. Alsjeblieft, mag ik naar huis? Oké, we proberen het gewoon nog een keer, weet je. Dit leven is niet voor opgevers. Maar ik heb nou dat hele verhaal over die emojis helemaal niet afgemaakt. Dat was dus in ieder geval een ding. Je hebt dus een aantal emojis, zoals de schedel, die voor mijn gevoel niet echt nuttig zijn en de doodskist. Maar er waren dus een aantal moeders heel boos dat er een emoji is van een sigaret. Je hebt een sigaret-emoji. Ik ga even naar buiten voor een sigaret-emoji. En de moeders vonden dat verschrikkelijk. En ja, dit zorgt ervoor dat onze kinderen gaan roken. Want emojis zijn cool. Dus, sigaret-emoji. Sigaretten zijn cool. Kinderen aan het roken. Oh nee. Kijk, dit soort dingen. Als er in een bal met je vrienden op een dak gaan rollen totdat je vrienden er vanaf vallen emoji komt, dan zou ik me als ouder zorgen gaan maken. Maar echt, je weet dat je echt een goed leven hebt als de grootste zorgen die je hebt voor je kinderen is dat er een emoji is van een sigaret. Ik weet ook even niet meer hoe dat zit met chocoladesigaretten. Er was een tijdje een ding dat chocoladesigaretten misschien niet meer verkocht mochten worden, omdat ze dan zouden zorgen dat kinderen roken cool zouden vinden. Voor de mensen die weten wat chocoladesigaretten zijn, het lijkt op een normaal pak sigaretten, maar dan heel duidelijk niet. En in plaats van tabak zit er chocolade in en het is super chill. Jongens, wat zijn we aan het doen? Kom op! Nee! Het begint ondertussen gewoon een klein beetje triest te worden, of niet? Wel van de rand afvallen. Kom op, wat is dit? Nee! Godverdomme! Kutzooi. Oké, we gaan het gewoon nog een keer proberen. Stay dedicated. Blijf gedediceerd. Kom op. Akai bessen, kom op. Jij dood? Yes? Oh nee, toch niet? Waarom als ze mij beuken, val ik er sowieso 100% van af. Maar als die andere gasten gebeukt worden is... Nee, dit overleven we wel. Dit is wel te doen. It's only a flesh wound. Oké, motherfuckers. Ik ga keihard winnen deze keer. Met de krachten van concentratie en goji-bessen. Oké. Yes. Hartstikke mooi. Nou, hoef alleen die gasten nog even af. Beuk hem, Rick. Beuk hem zijn graf in. Nee, de besturing is verschrikkelijk. Misschien is hij opgevallen. Maar de besturing is hels. Yes! Ik win! Last check as standing. Dan was er nog... Ga een rondje zonder iets aan te raken. Mag dat nu gewoon? Het is een beetje makkelijk een rondje zonder iets aan te raken. Ja hoor. Een rondje zonder iets aan te raken. Terwijl er niemand is om tegen aan te botsen. Pak ik meteen die vlag ook nog eventjes. Oh! Nee! Nee! Ik voel me net Hitler nu met zijn nein. Maar daar komt het ongeveer ook wel een beetje op neer. Ik heb de minigame dus redelijk gewonnen. Je kan nog iemand eraf beuken met iemand anders. Een soort kettingreactie. En er is nog een dingetje voor als je die vlag pakt. Hey, ik heb er één. Nice. Oké, dan ja, ik had ook gewoon niet dood kunnen gaan, hè, Rick. Je had ook gewoon die vlag kunnen pakken. En gewoon weer terug kunnen rollen. Ja, nou, je het zegt. Nu je het zegt, klinkt dat best logisch. We gaan deze stunt even exiten. Het is mooi geweest. We gaan nog even door wat er over is van die andere stunts. Om daar ook nog een klein beetje van te kunnen genieten. Oké, we hebben dus de Elephant Poo Dive. En de Elephant Poo Dive is eigenlijk gewoon... Je springt en terwijl je valt moet je zoveel mogelijk trucjes doen. En dan land je sowieso in een grote drol van een olifant. Dus de minigame op zich is...
Redelijk simpel. Druk gewoon op knopjes. Eigenlijk iedere minigame samengevat. Alleen ik ben niet zo goed in op knopjes drukken, dus dat wordt nog spannend. Oké, dan. Spring maar. Spring! Woe! Oké. Oh, kut. Yes. Oh. Ik draai dit keer het laatste knopje en het ene laatste knopje om. Omdat ik een sukkel ben. Ah, kom op. Hoe kan ik niet van links naar rechts lezen? Ah, kom op, Rick. Je zuigt zo hard. Zo hard. Dat poept in ieder geval een olifant over me heen. Dat is ook precies wat ik verdien. Oké. Dat was geen geld waard. Laten we het nog een keer proberen. En dan iets dat heet beter je best doen. Focus. Focus op die beeldscherm, Rick. Gewoon netjes van links naar rechts. Neem je tijd. Zo, ja. Wel een lekker nummertje trouwens. Dat maakt weer een hoop goed natuurlijk. Ik ben even helemaal stil van de focus. Yes. 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 Kijk, een prachtige landing. Dat is hoe je doodgaat hoor. Je kan niet met je benen wijd zo landen. Oh, zo spellen ze je punten. Ik heb nu 170 punten. Hoeveel is dat waard? Oh! Ik heb gewoon het level maximaal gecomplete. En ik maar denken dat ik slecht was. Het viel uiteindelijk nog soort van mee. Yes. Yes. Dus als je nu toch nog steeds een video kijkt, dankjewel daarvoor. Ik heb nog één klein feitje om je leven een klein beetje beter te maken. Dus ik hoop dat je er klaar voor bent. Wist je dat je hebt ijzer in je bloed? En als je heel weinig ijzer in je bloed hebt, dan krijg je bloedarmoede. Want er zit zomaar ijzer in je rode bloedlichaampjes. Dat wist je misschien, daar bind je zuurstof aan. Hemoglobine, die shit. Nou is het dus zo dat als je 300 mensen doodmaakt. Goed idee, sowieso. En je verzamelt al het ijzer uit hun lichamen, van die 300 mensen. Dan heb je genoeg ijzer om een zwaard te maken. Dat wilde ik gewoon heel graag even met jullie delen. Dit is de Suburban Catapult. Wat je hebt is een catapult. En het suburban deel is gewoon dat je in een of andere willekeurige woonwijk zit. Met de Death Sling 2000. Je moet proberen bepaalde dingen te raken. Schiet jezelf in het zwembad. Kom verder dan 9 meter. Raak 2 objecten. Bla 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 bla. Het is meer in het begin gewoon een beetje op gevoel, denk ik. Je kan hier zo vasthouden voor launch power. Hey, kom ik in het meertje nu? Kom ik in het meertje? Oh, ik heb echt heel veel dingen gebroken in ieder geval. Dat is fijn. Heb ik nog iets gewonnen of zo? Ja, dat was geld. Dat was, geld is verdiend. Bank is made in deze minigame. Oké, nice. Zullen we het gewoon nog een keer doen? Ja, is goed. Ik heb geen idee wat ik allemaal aan het doen ben, maar... zal wel, denk ik. Oké, we gaan proberen dat zwembad te raken. Oh, ik dacht waarschijnlijk bedoel ze dat zwembad. Ik zit dat meer daar te kijken. Rij me aan, auto. Yes! Dat is niet zo best. Of wel dan? Natuurlijk gewoon hoe meer shit je breekt, hoe beter. Dus ik denk, ah, dat zag er niet goed uit. Nee, dat was juist heel goed. Raak het glazen huis. Oké, is goed. Waar is het glazen huis? Oh, dat is van de series request, Rick. Haha, ik snap hem. Want die hebben ook een glazen huis. Snap je? Oké, dus zoiets voor het glazen huis. Oh, dat moet ik echt van tevoren wel een beetje wat power hebben. Oké. Ik kan wel sowieso dat zwembad even raken. Dat kan ik wel. Het zwembadje halen lukt me wel. Kom op, Rick. In die kiddiepool. Doe het. Ik ging redelijk goed voor het zwembad. Gewoon nog ietsje verder. Gewoon iets voorbij de helft van die meter. Zoiets. Ga ik nu al te ver voor het zwembad? Nee. Precies hier. Land in de pool. Kijk, ga ik geen bot breuken. Is ook gewoon relaxed. Hoeveel punten is dat waard? Echt helemaal niks. We zitten nu op 474.000. Nog een paar punten en dan mag ik door naar de volgende aflevering. Als ik nog één van deze taken haal, lukt het me. Hit the old car trunk. Ik wil wel smash the glass house doen. Maar kan ik van tevoren al een beetje naar links en naar rechts sturen ofzo? Is dat mogelijk? Nee. Ze doen alsof je echt alleen maar naar achter mag in het begin. Dat is jammer, want hoe kom ik dan ooit bij dat glazen huis? Bijna. Ik denk dat ik nog zachter moet en dan gewoon een beetje naar voren moet stuiteren erin ofzo. Van yo, glazen huis, ik kom niet echt full speed op jullie in ofzo, maar... ik dacht, ik kom toch even gezellig langs. Er is ook een trampoline, echt, in die tuin hiernaast meteen. Misschien moet ik... oh, dat is echt veel te hard, Rick. Jeetje, Rick, tuig. Veel te hard. Maar dan ook echt... veel te hard, joh. Dat moet je helemaal niet doen. Oké. Restart stunt. Dit is ook denk ik niet de makkelijkste stunt om op te mikken momenteel. Oh, dat is echt weer veel te zacht. Ik heb wel een schommel gesloopt. Haha.
Blijft dat, voor mij moet het wel in één keer, toch? Je moet in één keer twee dingen slopen. Niet gewoon, yo, sloop iets, thanks, is goed. Nee, je moet twee dingen in één keer slopen. We kunnen denk ik het beste gewoon weer de maximale verte en dan een beetje naar links. Want voor mij staat daar die auto. Oh, daar is die auto. Nou, dat lukt me wel. Dat kan ik. Ik kan dit. Dat ging echt gewoon supergoed. Hoe ik voorheen verder kwam, geen idee. Je moet dus niet te ver. Is het trouwens opgevallen dat links op het beeldscherm bij die linkerboom een hond over zijn aas aan het kruipen is? Is natuur, is wat ik even wilde zeggen. Yes! Oké, nice. We hebben de volgende aflevering vrijgespeeld. Dat is fantastisch. Dan kan ik deze aflevering beëindigen. Met een goed einde. Was het qua gameplay fantastisch? Was het qua commentaar fantastisch? Niet dat ik denk, wauw. Als ik ooit opa ben, moeten mijn kinderen dit zien. Maar ik heb wel weer genoten van deze aflevering. En van jullie aanwezigheid. Dus jullie weten wat jullie te doen staat. Geen sigaret emojis. Goed getimed kuchje. Nou ja, voor kijken van deze aflevering van Jackass the Game. We kunnen vast even de preview krijgen van de volgende aflevering. What do you get when you cross a dwarf with a carrot in a crowded downtown market during lunch break? Well, you get a jackass known as Wee Man. He was arrested today after... Wee Man gearresteerd? Oh, nee toch? ...before being restrained by store detectives. In other news, Tampa area has demonstrated Wee Man. I was supposed to be there to bail the little f***er out. I always knew Wee Man was a fruit. Can somebody go bail out Wee Man? Steve-O, go get his meaty ass back on the squad. Haven't we seen enough of Wee Man's tiny... Dit is een cutscene, is ook gewoon die gasten die op een bank zitten en elkaar slaan. Het is erg... erg goed. Ik ben onder de indruk. Ik geef deze game... 10 van de 10 internetjes. Oké, dan even kijken voor deze aflevering. Volgende aflevering krijgen we Snow Job. Wat lijkt een blowjob. Wacka Wee Man, Meat Man, Extreme Juggling en Urban Wakeboarding. Dan even kijken van deze aflevering van Jackass the Game. Tot de volgende aflevering.